Café de Koning bestaat al 40 jaar. Een kwart van die periode hebben jullie dit feestje al. Ja, we doen het voor de 11e keer dit jaar. Haringparty? Haringparty. En ja, alle vaste klanten die trakteren we dan op haringen. En er wordt gesponsord door ook een heleboel vaste klanten. Alle huisdieren uit de straat vinden het geloof ik ook wel aangenaam, hè? Dat is ook wel aardig, ja. Ja, die geven we ook maar wat. Een haringparty, dan ben jij dus van de partij? Meestal keer. Het is al 11 jaar hier bij de Koning, het Café de Koning. We hebben samen even om tafel gezeten en toen hebben we gezegd, laten we het hier ook beginnen met deze haringparty. En wie weet wordt het tot een geweldig succes. En je ziet het, het is bijna de grootste. Vandaag hebben we rond de 80, 90 mensen. En normaal is het rond de 100, 110, maar ik denk dat er een hoop mensen ook al zoveel haringparties gehad hebben, dat ze even weggebleven zijn. Wat heb je meegenomen? Ik heb een aantal haringen meegenomen, zoals je kan zien hier. En er wordt reuze gesmuld, ze vinden het hartstikke lekker. En wat het belangrijkste is, de haring is op het moment goed vet. 20% vet percentage. Goed voor de omega 3 vetzuren die de mensen nodig hebben. De aminozuren, goed voor hart- en bloedvaten. Dus wat willen we nog meer op deze avond? Hoeveel visjes heb je bij je? We nemen er meestal ruim 300 mee. En die zijn meestal binnen een paar uurtjes weg. En wat het verrassende is hier op deze party. En wat ik altijd als verrassing heb op alle parties. Ik gebruik ook paling en broodjes zalm. En de meeste haringparties worden ze verwend alleen met haring. Maar wij denken ook aan de mensen die geen haring lusten. Dus het netwerkprogramma, de sponsoren, die houden ook van paling en haring. Vandaar onze tactiek dat er bij ons veel meer mensen komen dan op andere haringparties. Door de paling en de zalm. Weet je er zelf ook van? Nou, ik heb er vandaag al ruim 10 op, dus het is meestal iedere dag een stuk of 10. En dat is de eerste paar weken hoor, dus ik denk dat ik er binnen 2 weken tijd 100, 120 opeet. Dus en dat zie je niet van me af, want ik ben zo slank als een den op het moment. Dus dat gaat hartstikke goed. Hoe smaken ze? De eerste is altijd het lekkerst. Maar de 15e gaat ook. Bij nummer 15. Hoeveel is dit? Oh, de 8e. Vandaag? Ja, vandaag alleen al. Lekker! Tot hoe laat gaan jullie door? Tot zolang er mensen zijn. Ik denk dat een uurtje 12 aai. Oh.